Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Garde van Gert. Vandaag aan mijn zijde Alain Indria. En dat wil zeggen dat wij weer vegetarisch gaan koken. Klopt dat, Alain? Ja, dat Gert. Veggie, bio, fun, lekker. 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 Dat is sowieso een voorwaarde als je hier komt. Het moet lekker zijn. Hè? En gezond en gemakkelijk te maken in een half uur. Wat wordt het? Een luxe quinoa-sla vol antioxidanten met feta. Het favoriet gerecht van Sting, als ik eens voor hem het privilege heb gehad voor hem te koken. Luxe salade. Een luxe salade voor Sting. Ja, was fantastisch. Dus met caviar, foie gras. Dat zal op een andere uitzending zijn. Bij mij is dat anders met een goede broccoli. Voilà, Goed, we zijn benieuwd. Voilà. Met wat gaan we starten? Met de quinoa? Ja. Ik heb daar een leuk verhaal over. Wacht, twee seconden, we kunnen nog even erover vertellen. Quinoa is een zaadje. En eigenlijk in 1980 al, want nu kent iedereen dat, maar in 1980 is zo een van die eerste invoerders naar de Lombardia gekomen, dat biowinkeltje van mijn mama. En die zei, mevrouw, deze is niet nieuw, dat moet je proberen. Dat is in de 80s. Imagine, niemand wist wat quinoa was. Wij kenden alleen gerst. En dan heeft mijn mama er van alles mee geëxperimenteerd. En dan hun verhaal was van, zie, het woord duurzaam bestond toen bijna zelfs nog niet, zeiden ze van, weet je, als je die boeren nu van Zuid-Amerika is quinoa kunt laten kweken, dan zitten ze niet meer in de handen van de drugsmannen en dan moeten ze die drugs niet meer laten groeien. En dat was eigenlijk de insteek van de quinoa eigenlijk om de Europeanen meer en meer, en alle Westerlingen, meer en meer eigenlijk quinoa te laten eten om die boeren duurzamer en een leuker leven te geven. Maar nu is het echt heel ingebeurd. Nu is het andersom, dan kunnen die boeren niet meer volgen en we hebben niet meer genoeg quinoa. Stop met quinoa eten. Stop. Maar het is eigenlijk een soort, de manier van bereiden is zoals rijst eigenlijk. Één tas quinoa op één tas water. Voilà. En wat dat leuk is om te doen, dat is eigenlijk een zaadje. Dus je gaat dat zien, zebiet, in de pot. We gaan dat zebiet live filmen. Die is eigenlijk klaar als je dat ziet sprouten. Als dat zo een wit stengeltje eruit komt, dan weet je van, hij is perfect ready. Dat zijn geen koolhydraten, hè? Of wel? Nee. Dat is eigenlijk een zaadje en dat is super lekker. En geeft heel veel mineralen. En dan zijn er veel mensen die zeggen, ik heb eens quinoa gegeten. Oh, dat was zo slecht en dat was iets verschrikkelijk aan. En dat was deze en dat. Eigenlijk heeft deze, dat is nog een plezant verhaal van mij, de quinoa bevat van zijn eigen saponines. En dat moet je goed wassen. Dat is eigenlijk een bittere smaak dat schuim geeft. Maar als je dat goed wast, quinoa, dan ga je dat niet meer hebben, die een bittere smaak. Dus ik zie jou nu zo zien, want ja, ik heb al veel quinoa gemaakt, maar ik wist dat niet. Nee, ik wist dat niet, maar ik moet zeggen dat ik geen last heb van die bittere smaak. Maar waarschijnlijk koop jij geen bio. De bio die is niet gespoeld of niks, dus die moeten wel echt goed spoelen. En je gaat zien, als we dat zebiet doen, of ik kan dat wel eens laten zien, dan ga je zien dat daar een schuim op is. Allee, het is geen berg, maar dat is dat. Ik moet eerlijk zeggen, als ik quinoa maak, dan pimpen we hem wat op. Ik kook hem al in kippenbouillon om Beetje meer... Ieder zijn ding, hè. Een klontje boter en met een ajantje op stoven en zo. Dat en dan, zal niet slecht zijn. Ik kom eens proeven. Dan kan ik het verschil, dan doe ik eens de yin-yang met de manen. Voilà, we gaan de pot zoeken waar we de quinoa in kunnen. En dan moet het even gespoeld worden? Of met dat mag gespoeld worden al. Voilà. Kom, ik zal dat even... Ga jij dat doen? Kijk. Voilà, perfect. Oei. Het valt er wat tussen. Het valt er wat door. We gaan dat samen doen, zo'n beetje zo. Misschien als er wat water op komt, dat het wel zwelt. Voilà, we kunnen dat... Je moet eigenlijk met die sproeikop... Voilà, zie je? Ja. Dan begint hem te zwellen. En... Ja, voilà. Dat is heel belangrijk om goed te spoelen. Dat is echt een belangrijk ding. Nog een leuk weetje hierover. Je weet dat ik vroeger veel heb gesurfd en zo'n beetje gezond heb geleefd in de jungle in Hawaii. En daar heb je natuurlijk niks om je te wassen. En die saponines die daarin zitten, dat heb je ook bij sommige vruchtiginnen. En dan nam ik zo'n vrucht en dan deed je zo van een dier. En dan ging je naar een bron water en je had natuurlijk zee. Dat is benauwelijk die mannen op Discovery Channel die daar gedropt werden in een jungle. Voilà. En dan kun je nog een mango plukken en die een opeten en zo. Dat is fantastisch. Zo heb ik eigenlijk heel erg in contact gestaan met de natuur altijd. En mijn mama heeft mij laten opgroeien tussen de linzen en de volle rijst en deze en dat. Ik wil ook laten zien dat bijvoorbeeld met deze sla ga je ook niet zo'n noop van eten. En je gaat toch een voldaan en een volwaardig gevoel hebben. En mensen gaan denken, maar dat is zwaar. Nee, dat is tegenovergesteld. Dat is helemaal niet zwaar. Dat is voedzaam. Je lichaam gaat daarmee werken en je gaat echt energie eruit halen. En je gaat minder naar de snoepkast. Voilà, dat is belangrijk. dat is een leuke insteek. Oké, dus ik ga hier één portie water in doen. Dat is gewoon één op één. Voilà.
Dat is het enige dat we moeten warm maken? Of gaan we nog dingen... Dingen warm maken. We gaan die groentjes een beetje stomen. Niet in de pot water gooien, maar we gaan die stomen. Voilà, je mag de quinoa er al direct bij in doen. Dat is perfect. En de truc is bij quinoa, dat je vanaf dat het kookt... Al hier zo'n ding pakken. Ja. Een tik opgeven. Voilà, dat is nog plezant. De quinoa ligt wereldwijd verspreid. Zie wat een team dat wij zijn, dat is plezant. Hè? Voilà. Ja, dat is toch goed hard, dat is perfect. Misschien even een deksel opzetten? Ja. Oh, niet zoeken. Dank je, goed idee. Dat is toch wat ecologischer. Voilà. Dat we minder energie verspillen, dat moet ook niet altijd juist een deksel zijn. Dat is gelijk thuis. Thuis vind ik ook niet altijd juist een ding als je zo bezig bent. Oh my god. Voilà. Wat gaan we nu doen? We gaan misschien een pot nemen om de groentjes te stomen. Dat kun jij misschien al pakken. Dat een zo... grote pot? Dat mag zoiets zijn. Wacht, ik ga eens denken. Hier zit dat. Zie je deze hier? En dan zetten we daar de pot op. Kies jij de goede pot die je daar... Dat gaat nog niet zo simpel zijn. Dat gaan we proberen maar. Bena. Ja, waarom niet, hè? Ja, dat is een goeie. Er mag goed wat water in en dat mag al opstaan. Ja, dan ga ik al beginnen met een van mijn superfoods hier. De broccoli. Dat is een enorme bron van energie en van antioxidanten. Dat is een topper. Wat doen we daarmee? Meestal gooi je dat allemaal weg. Het is juist leuk dat je dat niet weggooit. Deze stukje hier, heb je dat al eens geproefd, Gert? Dat is mega lekker, hè? Maar broccoli blijkt... echt wel een van de gezondste groenten te zijn. Ja, heel zijn. Groen. Of klopt dat niet? Ja. Wat dat wel belangrijk is bij broccoli, vind ik... Je moet niet alles bio doen, hè. Niet alles bio en veggie. Je moet dat doen op je gevoel. Maar broccoli is een van de meest bespoten groenten op de wereldbol. Dus als je dat nu doet voor de gezondheid en dat je zegt van... Ja, weet je, ik wil gezond zijn. Ja, koop dan deze dan al zeker in bio. Dat is toch wel een must. Dat is een van de meest bespoten groentjes ter wereld. Dus ja, waarom? Ja, omdat ziet dat hier kan van alles tussen. En beestjes zullen dat ook heel graag lusten. Die weten ook wel dat dat gezond is. Dus het is beter dat je dat in bio koopt. De rest, ja, ik doe alles in bio, maar als je al dat start, dan ben ik al keiblijger. Ja. heb je dat al eens geproefd? Nee. Rauw? Dat is een leuke, hè? Alsjeblieft. Dank u. Dus dat is het steeltje eigenlijk. Dat is het steeltje. Als je een langere steel hebt, voilà, dan kun je daar nog leuke aperitiefblokjes van maken. En... Ja, dat wordt meestal weggegooid door veel mensen. Ja, en je ziet... Dat is toch wel lekker, hè? Allee, dat leer ik aan mijn kids van rauwkost af en toe te eten voor de maaltijden. Dat is ook goed, dat zet de maag al in gang. En is een leuke apero, hè? Zeker zo lekker als een worteltje of zo. Zo met wat cocktailsaus. Met wat cocktailsaus. Ja, ik kom toch eens bij jou eten, want dat moet toch wel een experiment zijn. Ja, maar ja. Dat is toch wat veel mensen eten, zo wat groentjes met wat een dipje. Ja. Misschien kun jij al iets doen, hè? Zal ik jou al op werk zetten? Ja. Zie wat ik doe hier? Dat is zo eigenlijk... Zie je dat? Pel die zo, dat is wel eens plezant om te zien. Zie ik, pel die zo. En die roosjes mogen zo in hun geheel blijven. Dat is belangrijk voor in dat stoommandje. Zie je, als je dat zo pelt, dan heb je nog mooie roosjes en heb je nog alle vitamintjes en mineralen erin. Selderken zal ik doen? Ja, er mogen twee stengels in van de selder. Ik laat altijd, zie ik, ga even laten zien wat ik doe voor mijn mama, mijn kids en mijn vrouw. Ik doe dat eraf. Het lekkerste is deze. Ja, ik eet graag rauw, hè? Dat, dat is zo op, hè? Ja, dat is de max, hè? En dan... Voelt fantastisch, hè? Oké. En de effecten, die kennen wij. Voilà. Ja, dat wordt altijd gezegd. Voilà. Ook, Ik zou de twee witste pakken, ja. Of de drie. Voilà. Ja. Die zijn het zachtste en het lekkerste en het mooiste. En voilà, in fijn, klein stukjes. In klein blokjes is perfect. Het is voor in een salade, hè? Het is voor in een salade, hè? Deze staat ook op, hè? Ik check even. Ja perfect. Hier, de quinoa die kookt op, die mag op een heel laag vuurtje nu. Voilà. Dat is perfect. Kun je nog eens even juist omschrijven wat bio is? Het heeft niet alleen te maken met het minder gebruik kopen, van pesticiden. Nee. Dus bio is eigenlijk biogecertificeerd. Dat wil zeggen dat de groenten en de fruit en alles onbewerkt, onbespoten zijn. Dat is zeer belangrijk. Puur natuur. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar weet je, als ik langs de autostraat rijd en daar is een bioveld, maar dat zal daar niet zijn naast die autostraat. Dat is belangrijk. Dat is op zoveel kilometer van industrie, op zoveel kilometer van wegen, op zoveel kilometer van de boer.
Maar ik zie dat er veel bio is. En de mensen denken dan, ja, maar ja, is dat wel echt en klopt dat wel? Ik produceer zelf bio en wij worden zeer streng gecontroleerd. En wat ook goed is, want dat is een meerwaarde. Je betaalt daar ook wel een stuk meer voor. Dus het is echt wel een kwaliteitslabel dat een waarde heeft. Dat is zeer belangrijk. Ik vind dat ook... Ja, want veel mensen zeggen, ja, maar is dat wel waar? En wel, ik produceer mijn eigen drank, gingerloaf en zo, produceer ik zelf. En dat wordt heel streng gecontroleerd. Het is een de naam bio is een beschermd label. Het logo, je hebt zo dat logo, dat Europees logo, dat bladje. Als je dat ziet staan en het woord bio... En het woord biologisch mag je niet gebruiken als je niet biologisch gecertificeerd bent. Dus eigenlijk zeg jij dat mogen op je twee oren slapen, dan is het... Dan is het echt gecontroleerd, gecertificeerd. En dat is toch wel belangrijk. En ik vind ook van, weten, proef het gewoon. Je proeft dat ook wel. Je hebt dat er juist geproefd, die broccoli, dat is hem niet lekker. Maar het is toch ook zo dat er mensen zeggen, oh, ik kweek mijn eigen groenten zelf, maar die in de tuin ligt dan effectief naast een A12. Maar dat is niet bio, hè. Dat is gewoon natuur van bij hun. En dan zeggen van, ja, ik ben even goed bio. Nee, dat is niet hetzelfde. Als je echt volgens een biocertificatie wil werken, dan is dat echt met heel veel controles. Dan is dat ook 3 jaar dat je je grond moet laten rusten voordat je bio voor de eerste keer mag zijn. Dan moet je 2 jaar kweken en dan komt het pas. Dus er komt heel veel bij zien. Okay, nee, maar eigenlijk duidelijk. Is de bedoeling van pure smaken te hebben. En ik zeg, ja, als kleinbedrijven dat kunnen, dan moeten de grote dat ook kunnen. En dan zou de wereld veel plezanter zijn. Maar dat is misschien te alternatief denkend, maar dat zou toch wel een leuke zijn. Maar is het niet zo dat er enorm een evolutie in zit in het biogebeuren? Ja, je hebt wel echt zeer veel bedrijven nu, alle geluk. En de consument begint daar ook aan te denken van, zeg, waarom maak ik niet voor mij en mijn kinderen echt gezonder spul hebben en onbespoten dingen? Ja, dan begint de grote economie daar ook aan te denken. Het is toch zo wat de geitenwolle sokken, like dat we dat soms noemen, aan het ontgroeien. Hè? Ja. Wij zijn geitenwolle sok gestart. Of nee, wij zijn hippie gestart in 1972 met mijn mama in Lombardia. Maar eigenlijk, dan is het de geitenwolle sok verhaal geweest. Eigenlijk wel is iets leuk om te weten. Als ik zo in de klas was vroeger, dan... dat mag goed koken. Zo. Ja. Als ik in de klas was vroeger, dan zei de leraar zo... wat doen jullie? En dan kroop ik zo onder tafel. Want dan moest ik zeggen, mijn mama in een dieetwinkel. En dan lag heel de klas plat van het lachen. En dan zei die leraar, ja, maar wacht, we gaan niet lachen, want in het jaar 2000, dat was dan keiver, gaan we allemaal naar die winkel gaan en 1 pil pakken en we gaan voor heel de week hebben gegeten. En je ziet dat eigenlijk, op 20 jaar, dat ze toen dachten, is dat eigenlijk helemaal anders geworden. Mensen gaan terug naar de natuur, beginnen zelf groentjes te kweken, willen meer naar bio gaan. Dus die visie was wel helemaal anders. Dat is wel plezant om te weten, hè. Voilà, de roosjes van de broccoli. Dat is een superfood, hè. Er is een hele hype rond en alle geluk eigenlijk. Maar het is gewoon een mega gezonde groente. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En van smaak toch echt heel lekker, hè. Zobiet, die sla dat we gaan maken, is ook een sla dat je kunt bijhouden. Dat is niet voor zobiet op te eten en dat dus je helemaal in elkaar zakt. Je kunt een grote pot maken in een paar dagen. En je kunt niet een paar dagen, maar laat ons zeggen, de dag daarna kun je dat meenemen naar je werk of naar waar dat je wilt. En die gaan nog knapperig zijn, lekker en fun. Wat kan ik iets met dat eindje doen? Je mag dat eindje al snijden. Ik heb eigenlijk een halve nodig, dat is perfect. En in kleine snippertjes eigenlijk? Ja. Voilà, ik ga ook de paprika al snijden. Ik heb een rode en een gele paprika. Ik werk graag met kleuren, je ziet al. Dat is een mooie samenstelling, hè. Rood, oranje, geel, voilà. En dan gaan we dat allemaal doen. En waar is de selder? Ah, ik ging zeggen, je hebt hem opgegeten, maar hij is daar in de pot. Nee, dat moet je niet. Voor de paprika, voilà. Wat ik ook doe, dat is misschien nog een plezante om te vertellen, is, dat is toch ook heel bio, die zaadjes die in die groentjes zitten, dat je dat in een potje thuis doet en wat aarde erin en dat je dat probeert te laten kweken, hè, dat begint te groeien. Dat zijn fantastische momenten. Ik heb zo al 2 avocadoplantjes thuis. Bij paprika is het nog nooit niet gelukt, maar we geven niet op. Dat zijn zo plezant. Heb je dat al eens gedaan, Geert, zo van die toestanden? Toen ik heel klein was. Wel, wat ik deed, was met een ananas bijvoorbeeld ook daar 2 gaatjes in maken, die een uithollen, hè, waar dat nog de bloem aan is eigenlijk. En daar dan ondersteboven en dan water in doen, haakjes aanhangen. En dat is... En dat, soms begint dat 1 op 100, lukt dat die bloem terug begint te groeien. Dat zijn fantastische momenten. We hadden vroeger thuis een zandbak en mijn broer en mijn zus die maakten mij wijs dat als we er de bananenschillen instaken dat er dan bananenbomen zouden groeien. Oké. Geert, mag ik jou stoppen? Te klein? Dat is te klein. Ik heb eigenlijk niet gezien. Je hebt nog een stuk, hè? Ja. Heb je ringetjes nodig? Ik had zo wat stukjes nodig. Mag ik dat doen even? Dat is zeker, van deze? Hè?
Hup, dat mag weg. Ik werk de fijne, dat is het lot van mijn leven. Laat ons zeggen dat we deze dan gaan stomen. En dat kunnen we er nader op doen. Als decor. Dan gooien we dat niet weg. En dat is toch ook een beetje duurzaam en lekker en plezant. Voilà. Als je nog iets wilt doen, ik heb nog jobs. No? Niet met de potten gooien. Nee, veel lawaai maken, dat ken ik heel goed. Maar dat is vriendelijk, hè, dat je mij zo goed helpt. Het was eigenlijk te fijn gesneden, ik had dat eigenlijk moeten zeggen. En de paprika. Ja, als ik boodschappen doe met mijn kids, die eten altijd al een paprika in de winkel. En dan zeggen mensen van, hoe kan dat die dat verteren en mogen die dat? Ik zou zeggen, probeer het eens. Hoe jonger dat je daarmee start, hoe minder last dat mensen daarmee hebben. Er zijn veel mensen die daar, vooral met die schil, toch wel wat last hebben. Ja, en bij mij in de familie, niemand niet. Maar ja, ik heb ze wel met een paplepel eigenlijk paprika's laten eten en rauwkost. Dus dat zal ook wel... Denk je dat je lichaam zich er aan kan wennen? Maag, ja, je maag moet dat ook leren van zo'n ding. Dus weet je, als je altijd geraffineerd eten hebt, ja, dat is gemakkelijk. Dat je, en het is gedaan. Hier moeten ze wel echt werken. Hè. Dat is gelijk bij die quinoa. Volwaardig eten. Ja, je lichaam heeft een voldoening. Dat is nooit niet zwaar, hè. Al mijn eten is nooit niet zwaar. Je kunt dat veel lekkerder maken met nog een hoop boter in te doen en kippenbouillon en toestanden. Maar dan kan het wel eens zijn dat je gaat zeggen van, als ik nou deze moet gaan sporten, dat gaat niet echt lukken of gaat werken. En bij mij is het zoiets van, oké, come on, I can do it. Voilà, dat is een goeie. Dat vind ik een goeie insteek. Okay. We zijn iets over half. Oh, we hebben geen problemen. Okay. Ja, je weet, ik vertel graag over mijn ingrediëntjes en toestanden. Voilà. Nu doen we. Waarom stoom ik dat? Dat is misschien nog wel leuk om voor iedereen te vertellen. Als je dat in het water zou gooien, dan gaat de smaak weg. Ja, voorzichtig, want stoom is ook gevaarlijk. Ja, maar... als je dat in het water zou gooien, en daarna kun je dat in vergiet kappen, dan is dat hetzelfde product bijna, maar dat is niet waar, want alle smaak is weg en dan moeten er meer zout bij gaan kappen. Zie je? Omdat ik niet graag met veel zout werk. Dus puur natuur, gestoomd, dan is dat crispy een beetje, nog krabberig. Maar alle vitamintjes, mineralen en de smaak zit er nog in. Kan uiteraard ook in een stoomoven. Hè? Dat kan in een stoomoven, maar dat is plezant. Nee, maar ja, dat kan in een stoomoven. Dat kan ook, je kunt het ook in het water gooien, hè? Maar voor mij is het beter. En zo vind ik het top. Oké. Okay. De paprika mag er daarna in. Heb jij nog zo'n potje voor mij? Want je hebt van die mooie potjes. Dan kan ik dat erin doen. Hoe zit het met onze quinoa ondertussen? De quinoa, die ziet er perfect uit. Kom eens kijken. Zie je wat ik bedoel? Dat die sprouten, dat die scheuten. Dus dat is eigenlijk een scheutje eraan. Zie je dat? Dat wit staartje. Ik zal eens een lepel pakken. Dat heb ik nog nooit gezien. En wel, voilà. Je hebt het al veel gegeten. Ik zou denken, nooit er zitten wormpjes in met een kino. Nee. Voilà. Dan is ze eigenlijk zo goed als ready. Zie je dat? Maar dat even bij mij is dat niet, ze thuis. Ja, maar dat moeten we maar eens zien. Ik zou echt denken, oei, er zitten wormpjes in. Ah, nee. Nee, dus als u thuis denkt, er zitten wormpjes in... Het kan ook nog dat er wel wormpjes in zitten, maar... Bij bio zou het kunnen, maar daar moet je goed spoelen en alles mooi altijd goed wassen. Hè? Dat is belangrijk. Oké, de quinoa die is zo goed als ready. We gaan dat op heel laag vuur zetten. Dat is een goeie. Hier, deze stoomt goed. We hebben dit voor erin te doen, zobiet. Ik laat eerst degene die het langst moet stomen erin. Ik ben aan het denken wat jij mag doen. Ja, maar ja, het moet niet. Hè. Ik moet niet altijd doen. Hè? Oei, voorzichtig. Hè? Ja. Ik ga eens zien wat ik hier nog bij kan doen. Dus voor subiet, voor de vinaigrette, hebben we de citroen en de look nodig. Dat is een goeie. Jij wordt goed... Klein stukjes of plat? Dat mag nu eens echt heel klein. Dat mag ook in de lookpers. Je doet dat gegoesting hebt. Ja, dat kan ik beter, denk ik. Maar... Ja, voilà. Doe dat maar. Voilà. Eén teentje is perfect. Voilà. Wat dat leuk is, om even te vertellen van bio... Ik weet dat jij niet waarschijnlijk citroenen zomaar helemaal opeet in zijn geheel. Zelden. Als je deze doet, of je doet dat... Moet je eens ruiken. Of je doet dat met een nagel, maar ruik eens. Ja. Dan krijg je die etherische olie van die pel die echt een werking heeft op je lichaam. En op je geest. Wat doet citroen? Dat is heel rustgevend. Als je nu eens echt stress hebt en koppijn... En wil je een bio-citroen naast u liggen? Je doet deze. Een kater eigenlijk. Voilà, je voelt dat effectief werkt. Dat is leuk. En ja, je mag sowieso zo'n zest opeten. Hè? Dat doet goed. Zo is iets dat heel bitter is opeten. Dat doet je maag een beetje krimpen. Dat is nooit geen slecht. Wat ik heel veel hoor aan jou over citroen, er zijn heel veel mensen die dat 's morgens een citroen persen.
met dan, water, ja? Op je nuchter maag. En dan zeggen ze, dat is zo goed voor de lever. Maar, Ja, en dat doet je maag krimpen ook. Dus dat is ook een leuke om te weten. Dus jij juicht dat toe. Dat is een goed idee. Ja, dat is een leuk idee. Ik ben minder voor een agressieve aanpak. Ik vind alles witte met mate. En als je gezond leeft, dan moet je niet zo van die extreme dingen doen. Maar dat werkt. En dus gezond en lekker. Het zou je lever zuiveren. En dat is... Ja, maar dan heb ik toch nog een kruid dat nog beter doet. De curcuma. Die doet dat bangelijk. Voilà. Ik vind citroensap ook, die is ook een vetverbrander. Dus dat is ook een goeie. Dus kan dus, zeker geen kwaad. Maar ik heb ook graag een koffietje. Ik heb dat niet gebeten. Maar ik heb, dat moet ik hiermee doen? Wel, dan mag je persen. Gewoon met een vork in. Okay. En dat we dat persen, dat is perfect. Ik ga nu de paprika's erbij doen. Het is belangrijk om met kleuren te werken. Dan heb je toch al een assortiment van de vitamintjes. Dan heb je rode vitamintjes, oranje vitamintjes, groen vitamintjes, mineraal. Dat zit er allemaal in. Hè. Dus aan de kleur van een groente kun je... Dan hebben ze toch al wel andere vitaminen en mineralen. Hè. Wat ga ik nu snijden? De artisjokken. Artisjokken, dat is eigenlijk... Sommige mensen gaan zeggen, oh, een artisjok. Deze zijn artisjokkenharten. Die zijn mega lekker, vind ik. En surtout, als je ze dan misschien niet zo lekker zou vinden, maar ik vind dat dat geeft zo'n mediterrane touch aan een gerecht. Dat is mega goed voor je lever. Dat is nu echt is een dus topper. Als je zo eens iets te veel gaat feesten, of iets te bourgondisch stel eet... Nu, stel stel dat je dat eens doet, hè. Dat is nu... Voilà. Allee, zo is hier een keer per jaar dat je dat doet. Dat kan gebeuren, voilà. Ja. En wel, dus ik probeer in mijn gerechten zoveel mogelijk artisjokken te steken. Te verstoppen of erbij te zetten. Want hoe meer dat je dat eet, hoe beter voor je leven, hoe beter. Dat moet daar toch een reden voor zijn, voilà. Dat je dat doet. Ja, ik leef zo af en toe is yin-yang. Hè. Dat is ook goed, hè. Niet te extreem. Dat je zegt van, voilà, ik ben in vorm. Maar dat is echt een zeer gezond ingrediënt. Voilà. Dan heb ik nog een potje voor dat. Hè. Ik heb eigenlijk een mooie slakom nodig. Ja, ik denk dat ik dat heb. Ik denk dat ik dat heb. Moet je nog een potje nemen? Zo? Ja, nee, zo een waar ik dat in kan presenteren. Dat zou een goeie zijn. Ja, maar deze is voor... Dat is een goeie. Ah. En dan daarna kunnen we nog wel per ding. Maar dat is eigenlijk wel een plezante om te doen. Dan eens kijken. Dat is oké. Okay. Dat is goed. Dat is goed aan het stomen. Wat gaan we nu toveren? De feta snijden. Ik ga jou niet te veel werk geven, dan zal ik hier de feta snijden. Dus... feta is ook wel een leuk verhaal om te weten, dat dat een Griekse kaas is. Ja. Ik heb vroeger veel gewindsurfd en die eilandjes in Griekenland die hebben enorm veel wind. Die hebben ook de lekkerste tomaten ter wereld. Dus als de Grieken dat... Mijn vriend Pepe dat hoort, dan gaat hem niet gelukkig. Echt niet normaal hoe lekker. En natuurlijk, die feta is fantastisch. Hè? Dat is een topper. En gelijk dat ik zelf lactose-intolerant ben, ja, is dat een goeie, omdat dat is gemaakt van schapenmelk. Dus dat is perfect, hè. Ah, en in schapenmelk zit geen lactose? Nee, er zit geen lactose in. En dat is dan goed. Voilà, dat is, nu niet dat ik daar mega allergisch aan ben, maar ik probeer erop te letten. Ik drink niks melk niet meer al een hoop jaren en zo. Dus en dan probeer ik ook bij de kazen te letten op geit of schaap. En dat werkt perfect. Voilà, hier is de feta al gesneden. Ik ga even mijn handen wassen. Zo. Dus Gert, misschien kun je nog iets leuk doen. Ik heb dat gezien met die look, zo heel fijn de gedroogde tomaten snijden. Ja. En dan kan ik er iets over vertellen. Ja, dat is goed. Gedroogde tomaten, helemaal in het begin als ze dat deden, dat was eigenlijk bijvoorbeeld in het zuiden van Frankrijk, deden ze op van die golfplaten daken. Daar grof zout op en dan die schijven tomaten erop. En dan draaiden ze die om de 12 uur of om de dag. En dan kreeg je echt artisanale gedroogde tomaten. Laat ons zeggen dat deze zo zijn gedroogd en dan daarna doen ze er heel goede olijfolie op en wat kruiden. Hè. Maar dat is een prachtig ingrediënt om smaak te geven. Hè. Die feta is dan een verantwoorde kaas of... Een verantwoorde? Ja, de meest verantwoorde is nu van dichtbij. Maar hier, je mag eigenlijk het term feta enkel nog gebruiken. Dat is een beschermde naam eigenlijk voor een Griekse schapenkaas. Hè. Dus dat is perfect. Hè. En ik vind dat ook wel... de Griekse boeren verdienen dat ook. Dat ze hebben dat toch zelf ooit gecreëerd. Hè. Wel, dat we dat vandaar kopen en dat dat kei lekker is. Hè. Je hebt dat ook van een andere witte kaas. Hè. Dat is geen ramp. Als je dat niet vindt, dan pak je een andere schapenkaas of geitenkaas. Dat gaat super lekker zijn. Hè. Wat we zometeen nog moeten doen op het vuur, zal ik dat doen, is een pannetje met de pijnboompitten. Vond ik wel eens grappig, want iedereen kent pijnboompitten. Ik moet er niet veel over vertellen. Maar eigenlijk zei ik eens tegen mijn klanten in de Lombardia, maar zeg,
Weet je eigenlijk van waar dat komt? En dan zei hij, ja, uit een winkel. Ik zeg, nee, dat komt van dennenappels. Oh, van dennenappels? Dat kan toch niet? Dat zijn vier soorten bomen, dennenbomen, die ideeën geven. Dus je pakt die een dennenappel, je slaagt daar keihard mee en dan komen die... Dan maar is die dat dan niet pellen. De pijnboom eigenlijk? Ja, voilà. Hè. Het woord zegt het een beetje zo, hè? Ja, maar de mensen denken daar niet aan. Dus ik vond dat wel grappig. Dat mensen zeiden, amai, alaan, komt dat uit een dennenappel? Ik zeg, ja, natuurlijk. Geert, geen boter erin, geen olie, niks. Gewoon puur natuur. En we gaan die... Gewoon, als jij ze wel wil in doog houden, ja, ze moeten wel zo'n kleuren moet inderdaad even bij zijn, want ineens, ja. Ineens is het in één keer is te laat, hè. Ja, ik kan dat En dan is dat niet meer bio, want zwart is niet goed, hè. Nee, ik ga eens proeven. Ziet er goed uit, hè. Zie, die kleuren blijven mooi behouden. Dat ziet er een leuke uit, hè. Oh, een vliegende broccoli. Nog 5 minuutjes dan, hè. We zijn on time, dat is goed. Deze mag af. Dan gaan we op. Zet hem hier. Dat is een goeie. Voilà. Nu ga ik beginnen. Hier, deze. In het bord. Jij hebt veel ingrediënten van mij. Hè? Wil ik je ze even allemaal doorgeven? Dank je wel. Ik heb nog ajuin, maar die was te groot. Ik heb deze ajuin. Ja. Die mag je nog bij, even zo. Tomaatjes. Dat je toch nog even de warmte krijgt van die mannen. Dat is loop, misschien... ja, citroensap. De tomaat. Perfect. De tomaat, de look mag hierin. Dat is een goeie. Klein lepeltje voor even te roeren. Dat is een goeie. Dan heb ik hier de selder, voilà, perfect. De olijven even nog snijden. Dat zijn ook Griekse olijven. Het is geen Griekse schotel vandaag. Ik heb ze wel ontpit gepakt. Kalamata olijven vind ik wel een van de olijven die een goede smaak heeft. Perfect. Dat is ook iets dat ik aan mijn kinderen heb geleerd van heel jongs af aan, van olijven te eten. Dat gaat wel vlotter. En nooit niet dwingen. Ik dwing dat niet. Ik speel eigenlijk zo. Ik geef dat en terug. En geven en terug. En als ze nee blijven zeggen, dan zeg ik ook van nee, het is niks. En dan eet papa ze allemaal op. Of mama. En dan de volgende keer gaan ze zeggen, nee, ik moet dat toch wel hebben. Ja, dus... olijven is wel iets van een ja... Ja, heftige smaak het voor kinderen. Voilà, ja, maar als je dat zo wat spelender wijst, dat vind ik eigenlijk wel plezant. Zo van niet te dwingen, van je moet die opeten, van zo ermee te spelen. En wel, ik moet zeggen, ik stond er zelf versteld van, maar dat werkt dus fantastisch. De tweede keer zeggen ze, nee, die olijven, die zijn voor mij. Ik zeg, ah nee, die zijn voor mij. Voilà, dat is zo'n beetje het spel. Zeer gezond. Kindjespesten eet dat eigenlijk. maar in het leuk, hè. Voilà. Ik doe nog de olie erbij, hier bij mijn dressing. Dat is een... mengeling eigenlijk van koolzaadolie. Koolzaadolie mag je nooit opwarmen. Is een omega-3-olie met olijfolie. Ik doe 1/3 koolzaad, 2/3 olijfolie. Altijd extra vierje zuivere olie. Perfect. Dan hebben we dit. Even zien wat we nu moeten doen. Zie eens wat een mooi kleurpalet dat we hebben. Ja. En jij begint kleur erop te hebben. Ja. Fantastisch. Nu ga ik de quinoa erbij voegen. En dan de groentjes. En we zijn vertrokken, hè. Oké, dankjewel voor de... Is dit nu de keuken een beetje van het restaurant? Ja, wij maken eigenlijk zo heel gezonde, fantastische gerechten. Zie je, als je dat er wat doorroert, dat is al een mooie. En die altijd smaak hebben, hè. Dat is een plezante. Daarom bestaan wij al een hoop jaren. Hè. Mijn mama is begonnen in 1972 met de Lombardia. Uniek, gezond en lekker. Op dezelfde locatie al? Op dezelfde locatie, nog altijd in Antwerpen Centrum. Zie eens. Geert, dat is al toch mooi, hè? Dan deze. Kijk eens. Het is een lust voor het oog wel, hè? Voilà. En dan ga ik jou toch wel een backstage-informatie vertellen van Sting. Dus die sla was zo goed als af. Ik kook af en toe voor stars. Ja. En Sting heeft zelf 2 bioboerderijen. Dus die zei tegen mij... Alain, ik ging naar een bord, want nu hebben we zo een leuk bord nodig. Ik zal zoiets pakken. Of een kom. En die zei, no, I want to eat straight from the dish. Het is al genoeg voor de vaatwas en deze en dat. Dat hem zei van de natuur. Dus hij zei van, ik eet straight uit de pot. En dat is. Dus dat vond ik wel een mooie insteek van hem. Hij zei van, wij proberen thuis zo weinig mogelijk borden en tassen en glazen te gebruiken. Ik wil mijn best doen voor de natuur. En hij heeft 2 superleuke bioboerderijen. Voilà, we gaan dat hier dresseren. Dat is een leuke. Maar waarschijnlijk pitches, dat is voor op het einde. Dat de man kerosine de lucht in vliegt, dat zal toch niet kunnen rechttrekken. Ja, weet je, zijn bord is niet af te wassen. Nee, maar daarom zeg ik, in niks het extreme en toch wel...
af en toe aan moeder aarde denken, dat is al plezant. En dan vliegt die ze daar rond. Ik vlieg ook nog eens daar rond. Voilà, dat is toch plezant, hè. De feta erop. Mooie kleuren. Perfect. En jouw pietjes zijn prachtig gedaan. Zie, en dat kun je nu opeten. Ik doe er de dressing over. En we zijn vertrokken. En de pietjes? En de pietjes, doe maar. Ik zal het bord wat proper maken, dank je wel. Voilà. Ongelooflijk. Ja, zet hem maar hier, het plekje. En dan moet jij, Alain, het nog even afkondigen en zeggen wat we vandaag gemaakt hebben. Een luxe quinoa sla met een bom antioxidanten en de favoriet van Sting. De favoriet van Sting. Dus wil u Sting achterna, dan kan dat. Want het recept van deze salade vindt u terug op njam.tv. Alain, van harte bedankt voor dit half uur gezellig samen zijn en koken en het eten, wat we zo meteen ongetwijfeld gaan doen. U thuis, uiteraard bedankt voor het kijken en graag tot de volgende Garde van Geert. Tot ziens. Dag. Zit hier nu alles in? Heb je die dressing ook op? Nee, die dressing niet. Ah, okay. Waar is hem naartoe? Hier. Dat is dan even nog erdoor roeren en dan de feta en dan de dinnenpietjes.